Op veel plaatsen in de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de schietpartij herdacht. In Las Vegas, in de staat Nevada, schoot een Amerikaanse man vanuit zijn hotelkamer met maar liefst 23 wapens op bezoekers van een muziekfestival. 59 mensen zijn om het leven gekomen en meer dan 500 raakten gewond. De man is zelf ook overleden. In het huis van de man heeft de politie nog 19 andere wapens gevonden. Hoe kan het dat iemand zoveel wapens heeft? VRT-journalist Bjorn Soenes is in Las Vegas en legt het uit. Geweren en wapens, dat is iets waar je als kind mee opgroeit in Amerika. Wapens zijn ongeveer in elk huisgezin aanwezig. Dat is iets normaal. Je kunt hier ook naar de supermarkt gaan en gewoon een wapen kopen. En dat is juist het probleem in Amerika. Er zijn zoveel wapens dat als er dan eens een conflict is, een ruzie tussen mensen, ja, dan grijpen mensen veel sneller naar een pistool of een geweer en dan schieten ze elkaar dood. Dus zijn de Amerikanen gewelddadiger dan de Belgen? Bah, nee. Maar ze hebben veel meer toegang tot wapens en daarom gebeuren er veel meer ongevallen. Ik ben Jits, ik ben 12 jaar en ik speel al 3 jaar viool. Ik zit al 2 jaar in een orkest, Violet. En daar spelen wij met heel veel strijders, allemaal leuke liedjes. Ik ga een viooltje schenken aan een muziekschool in Mosul. Er is een oproep geweest bij het journaal voor instrumenten daar naartoe te brengen. En ze hebben het daar moeilijk omdat ze in oorlog zitten en alle instrumenten zijn daar kapot gemaakt. Ik vind het heel belangrijk om die mensen daar te helpen, omdat wij het hier gemakkelijk hebben en zij daar heel moeilijk. Dit is mijn viooltje waar ik vroeger op heb gespeeld. En ik hoop dat het nu naar iemand gaat die er ook nog heel veel plezier aan kan beleven. Ik heb een tekening gemaakt en dat ga ik bij mijn viool steken. En ik heb ook nog een tekstje bijgeschreven. Ik hoop dat je veel plezier beleeft met dit viooltje. Groetjes, Jits. Ik ga mijn viool nu meegeven aan Rudy Franks, een journalist die naar Mosul gaat en daar die viool gaat afgeven aan een kindje, hopelijk. Hallo. Hallo. En? Ja, dat is mijn viooltje. Is dat jouw viool? Wauw, mooi. Dat is een kleintje, hè? Ja. Is dat wel heel mooi en heel fijn. Dank u. De muziekinstrumenten die Rudy Franks inzamelde voor de muziekschool van Mosul zijn vanochtend vanuit Muilsbroek naar Irak vertrokken. We have a gift from a girl in Belgium. She wrote a letter and take good care of it. I want to learn. Play violin. Play violin. Thank you very much. Thank you very much. Voor het eerst in 23 jaar is er in ons land een rankingtoernooi in het snooker, een van de belangrijkste toernooien. Tot 8 oktober kan je de beste spelers ter wereld, onder wie onze landgenoot Luca Bressel, bewonderen in Lommel. Snooker is een sport die meer en meer mensen beoefenen. De leerlingen van basisschool Stapsgewijs uit Lommel mogen het eens proberen tijdens een speciaal georganiseerde snoekerdag met de vorige wereldkampioen Ken Doherty. That's it. Now, cue, up there, chin on the cue, go, go. Oh, easy, easy. Hey! This is what I started on when I was a kid, when I was their age. And so it's great for them, they're excited, and it's good for us as well because you're introducing lots of young kids into our game, and that's the only way our game can grow.
tijdens het snoekeren doen de leerlingen ook aan wiskunde, want er moeten heel wat punten geteld worden. 1, 2, 3, 4. Vannacht kan turnster Nina der Waal zich plaatsen voor de finale van het wereldkampioenschap artistieke gymnastiek in Montreal in Canada. Maar topturnster word je niet zomaar. Dat weten de leerlingen van de topsportschool in Gent maar al te goed. Wij trainen dus ongeveer 24 à 25 uur. Dat is best heel veel voor mezelf. Dus het is toch wel zwaar. Om een topturnster te worden moet je alle kwaliteiten hebben. Zo sterk zijn, sierlijk. Je moet heel goed ook kunnen dansen. Dus je moet eigenlijk alles een beetje heel goed kunnen. Soms moeten we er wel iets voor laten, zoals feestjes van vriendinnen. En sommige dingen mogen ook niet eten. Het moeilijkste vind ik dat als er iets niet lukt, dat je dan toch moet blijven doorzetten. Maar dat lukt dat wel, maar dat is soms wel moeilijk. En toch vinden ze toestelturnen de mooiste sport die er bestaat. Ik vind de sportgymnastiek heel leuk, omdat dat allemaal verschillende toestellen zijn. En de techniek erachter vind ik ook wel leuk. Wat ik graag wil bereiken is toch het EK of een WK of de Olympische Spelen. Het maakt niet uit, brons, zilver, goud, liefst goud. En dat je de top kan bereiken, kunnen ze hier met hun eigen ogen zien. Want Europees kampioene Nina der Waal traint ook in deze zaal. Als ik haar zie trainen, dan turnt ze ook heel elegant. Ik heb ze al eens ontmoet en dat was wel wauw, Nina der Waal. Maar ja, als je zo de delen van Nina of zo ziet aan brug, dan denk je van... Ja, ga ik dat ooit wel kunnen, maar ik wil het wel kunnen. Hoe Nina en Co het er deze nacht van afbrengen, lees je morgen vroeg in onze app. Deze vier jonge dolfijnen uit SeaWorld in Florida zijn normaal heel speels en actief, maar dat is hier duidelijk anders. Ze lijken wel helemaal betoverd door twee eekhoorntjes die rondlopen aan hun verblijf. Maar de eekhoorntjes, die hebben duidelijk iets belangrijkers te doen. Mis niets van het nieuws met de Karrebiet app. Twee keer per dag, om 8 uur 's morgens en om 3:30 in de namiddag, krijg je een update. Met nieuws en weer, vol leuke weetjes en duiding bij al het nieuws van de wereld. Download de gratis Karrebiet app op je smartphone.